Wat is de naam? Liefste. De naam van de voorstelling is Liefste. Dit ben ik. De voorstelling Liefste gaat over drie vrouwen die in de put zitten. Die put die zal gegraven worden door deze machine op deze locatie. En dus drie vrouwen wonen in die put samen met een jongen. En die, daar projecteren ze eigenlijk hun verlangens een beetje op. En zo leven ze daar. En dan op een dag komt er eerst één en dan een tweede figuur binnengestapt. En dat zijn heel verbazende personages die ook een enorm effect hebben op die vrouwen. En waardoor hun routine volledig op zijn kop wordt gezet. En dus dan raken ze gedeblokkeerd en dan gebeurt er nog van alles. Hier ben ik goed in. Verbazen. Volgens mij is het wel soms verbazingwekkend. Ja. Niemand weet dat deze voorstelling eigenlijk een vervolg is op een andere voorstelling, maar eigenlijk weet iedereen dat, denk ik. Toen Anaïs en Wolf, dit is Anaïs, die is nu 16 jaar, en Wolf is nu 12 jaar, speelt ook mee. Toen zij 9 en 6 jaar waren. Zij waren toen nog heel klein en je hoort hun stemmetjes helemaal in het begin. En dus niemand weet dat die stemmetjes die je in het begin hoort, dat hun stemmetjes zijn van 6 jaar geleden. Mijn ultieme droom? Ja, ik denk dat de ultieme droom van de voorstelling is om mensen te raken. En mensen te ontroeren en dat mensen zich erkend weten in eigen verdriet en in eigen vreugde. Jezelf in drie woorden. Ja. Verbazend, verbazende locatie, verbazend. Divers, een zeer diverse ploeg. Ja, vooral. En ontroerend. Dat waren de vragen.